Het is het begin van de zonsverduistering. Het is al aardig donker met al die regen. Maar het ziet er allemaal niet zo erg best uit. Modder. En iedereen blijft lekker in de auto zitten. Er is iets hoop. Het is nu 11 uur, 7 minuten voor het eerste contact. Jawel, we gaan gewoon. En we zien wel hier een stukje blauwe lucht boven. Daar hebben we een mooi uitzicht. Daar ziet het nog zonniger uit. Dus dat is even afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Terwijl iedereen gaat zitten. Gaan we even een foto maken? 2 minuten voor het eerste contact. Iedereen is in spannende verwachting. Men kijkt naar de wolken, want er is nog geen zon te zien. Eerste contact. We hebben toch een geluk, hè? Ja, alleen met de bril. Je mag absoluut niet in de bril kijken. Eerste contact moet daar zijn, maar ik heb toch wel moeite om het te zien, hoor. Met de bril. Waar is mijn bril? Daar gaat hij weer. Hij zit er nou achter. Ja, waar zijn de brillen, Winfried? Hij is nou even helemaal weg. Winfried, waar zit hij? Het is spannend, iedereen kijkt. Een paar minuten later en het hapje is al duidelijker. Het is na 7 minuten. Oh, jij hebt het ook? Ja. Ik wil het foto's voor Rasker hebben. Ja, van de zomer. Het is een heel ander beeld. Ja, het is. Hier staan allemaal profs. Ja. Heb je er een open? Nee, want je bent met Lena van ons. Nee. Echt leuk om te zien hoe de mensen er allemaal mee bezig zijn. Een speciale apparatuur. Je ziet de filter op de camera zitten. Maar het is nog maar het begin dit, hè. Maar ontzettend mooi dat we toch zon hebben. Weer 5 minuten later, de hap wordt steeds groter en de wolken komen er weer aan. Martin in actie. Kunnen we eventjes de zon nemen? Hij is nou even weg. Oh ja. Ja, dat komt zo weer. Kom maar weer terug. Aral. Altijd aan de wandel tijdens dit kamp. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Bij gebrek aan betere bezigheden worden andere dingen gedaan. En Marian op werkbezoek. Moeten we elkaar maken? Hallo. Ça va? Oui. Paul, ça va? Bij gebrek aan bezigheid wordt er getelefoneerd, er wordt gevoetbald. Af en toe even gekeken hoe Tony was zien. Zelf Joe de Boer gespeeld. Daar is hij weer. Weer even de zon. Nu is ongeveer voor de helft bedekt. Prachtig, hè? Gaat hij weer? Daar gaat hij weer. Ik heb je bril terug. We hebben in ieder geval weer even gezien. Heb je gezien? Ziet hij? Ja, komt hij weer aan. Komt hij weer aan. Mooi, hè? Oké, stappen kijken. Ik zit een hoofd, zie ik. Oké. Je keek ook niet. Nog even voor alle zekerheid. Over een half uur is hij helemaal weg. We hebben 95%, hè? Hij kan wel blijven zitten, maar doe je mijn ogen maar even dicht erachter. Dat zal mij worstelen. En me ook niet meer trouwens.
valt hem op je uit. Hebben jullie trouwens een mooi gezicht. Als het nou straks helder is, kunnen we hier vandaan de slagschaduw zien aankomen. Uit de richting van Verdun, hier achter. Is het wel een mooi film? Ja. Lekker Marleen. Dit zijn stagiaires. En op de achtergrond kun je zien dat echt overal auto's staan geparkeerd. Van andere mensen. Mensen met complete uitrustingen. Natuurlijk wel mooie lucht met die wolken. Ja, nee, dit is het. En zo met het blote oog kunnen we ook het zien, denk ik. Achter de wolken zitten. Wat zei je? Het is al 3 graden kouder. Zo. Dus het begint al af te koelen. Maar ik moet niet te veel op de stoel zitten. Ze beginnen de trui aan te trekken. We willen even een foto nemen met alle brilletjes op, daar. Even allemaal zoveel mogelijk mensen daar even staan met een brilletje op. Ja, maar. Dit is natuurlijk nog ongein, hè? Terrible. Waar is die nou, jongens? Heel vaag achter de wolken, maar toch nog steeds zichtbaar. Ik ruim er al een keer uit. Ja, daar ben ik een broertje. Wordt een heel smal sikkeltje. Het wordt nu echt donkerder, kouder. Nog 10 minuten. Mooi hè, het is helemaal donker hoor. Het wordt nou heel smalletjes. Het gekke is, als ik nu film, lijkt het net alsof het gewoon licht is. Terwijl het echt, echt goed donker en koud aan het worden is. Nog 1,5 minuut. Jouw jas. Ligt hij niet daar? Daar. Hey, kijk, je ziet daar. Hé, ja, duisternis. Is dat die schaduw, die lijn daar? Die moet hem er niet tevoren aankomen. Daar moeten we thuis eens vandaan komen. Ja. De schaduw moet daar vandaan komen. Van als het, dat kan je alleen maar zien als het echt helder is. Helder is. Ja. Hoe lang nog, Winfried? Het is nu heel spannend, het is zwaar bewolkt. Nou hopen we dat we hem zo kunnen zien. De klok van de videorecorder loopt iets voor. Ja, ook wel die flitsers. Wordt helemaal zwart daar. Komt ie aan. Hier zien we de parels van Bailey. De parels van Bailey. Daar is die. Alleen met bril nog. Yeah.
kijken. Ja, ja, hier kijken. Ja, ik... We zien hem. Oh, mooi hè, fantastisch. Kijk eens hè. Tja, hoi. Ja. Zet de paarden zo in, Frik? Ja. Weg bij die camera. Wij nou. Ah, ja, ik heb hier alle tijd. Ik kan er geen verlicht maken. Je mag nog niet de hele tijd kijken, hoor. Jawel, nu mag je de hele tijd kijken. Jawel. Ja. Dit is de atmosfeer van de zon, jongens. Dat is ijzergas. Ijzergas van de zon. Is dit een vogelspier? Dit is de... De nee, ja, die hebben we al lang gehad, joh. Kijk, een ster. Waar? Linksonder. Waar? Linksonder. Linksonder. Zie je de ster? Dit is daar. Ja. Gaat er verlichting? Die ster, even kijken jongens of ik het zien kan. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Die geeft drie regeel als je niet meer mag kijken. Ja, 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 ik weet niet of het licht aan. Ja, ik heb de parels van Bailey weer. En daar is de parels nog. Die komen eraan. Kijk, daar wordt het weer licht jongens, rechts. Ja, daar komt hij weer! De parels van Bailey! Bril op! Bril op, Tijken! Jij bekijkt het! Dat was hem, jongens! Dat was hem! Het is nog steeds heel donker. Maar nu wordt het weer licht. Bril op, kijk, die ster staat er nog. Hij komt weer. Waar is de ster? Ja, je kunt hem steeds zien. Hey, kijk, het is helemaal. Ja. Onvoorstelbaar. Kijk, je zit gewoon schuin verdwijnen nu. Die schemer. Fantastisch, hè? Het is net als toch een film zonder. Terwijl alles hebben we gezien. Ja, ik zie het pas thuis goed, hoor. Ik hou je jatten, man. Nou, dat was het dan, jongens. Hier is hij weer. Hoeveel graden was de temperatuur gezakt? 8 graden was de temperatuur gezakt. 8 graden. En nu is het weer terugdraaiende film. Waarom ga jij hem halen? Ja, ik ga even naar de boom. Nou, daar gaat de maan weer. Hoe wist jij die temperatuur zo precies? Wat zeg je? Hoe wist jij die temperatuur zo precies? Nou, dat kan je hier zo zien. Je kan zien dat het nu weer 3 graden is gestegen. Ah. En straks zal het weer 5 graden nog een keer warm worden. Zo. De maan is alweer hard onderweg om weg te vliegen. De spanning is weg, een heleboel auto's zijn alweer vertrokken. Mensen lopen weg. Dat was het dan. Maar wel onvergetelijk, hoor. Nou, dit is dan het afscheid van de maan. Zo gaat hij weer langzamerhand voor de zon weg. Ce soir, je saurai. Ah oui, d'accord. Mais pour la possibilité, de toute façon. Je suis de tout. Je suis de tout. Je suis de tout.
Kijk eens naar de lampen. Wil je hem zien? Klein sikkeltje komt er weer. Ah, in het Nederlands is het een sikkel. Een kwartal, een sikkel. Dat is gek. Voor de... Wauw! Ja, dat is het. 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 Ja, dat kan je niet doen. Ja, dat kan je niet doen. Ik blijf mezelf zien. Ja, je moet hem wel vertrouwen houden.
zelf, Johan? Dit is inderdaad een heel groot broodje. Ja. Is hier een mouvement creatinist of wat? Is hier een mouvement creatinist? Nee. Ze vinden dat. Dat is die mijn ouders.